Ik ben op het moment bij de Vermierenslaan. Ik heb hier een klacht binnengekregen van een bewoner. Die hebben heel veel last van blaffende honden. En we gaan eens even kijken of het terecht is. Dus we gaan even achterom kijken of we de honden horen blaffen. Ik ben benieuwd. Nou, dat moet hier ergens zijn. Ik doe expres even hard praten, kijken of een hond begint te blaffen. Maar ik hoor helemaal niks. Ik denk voor mij pad. Ik ben op het moment onderweg naar de Jan van Bereelselaan. Mijn collega's hadden gevraagd of ik even langs wilde gaan. Er is een klacht binnengekomen over de schoonmaak. Nou moet ik hier ergens zijn. Oh, hier, je ziet de straat al. Dus ik ben benieuwd. En ja, de klachten willen we natuurlijk zo snel mogelijk altijd afhandelen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de schoonmaakbedrijf gebeld. Toevallig had ik ook de eigenaar te pakken. En hij zegt van nou, ik kom wel eventjes naar jou toe, Johan. En dan gaan we samen even kijken of de klacht in grond is of niet. Over dit trap gaat Salpa gaan. We gaan eens even kijken. Het ziet er hier wel heel netjes uit. We hebben net rondgelopen en de schoonmaak ziet er netjes uit. Alleen de bewoners willen eigenlijk dat er ook de vlekken van de trap worden weggehaald. En die helaas zitten er niet in. We zullen die volgende keer zal ik die wel meenemen. Om de mensen toch tevreden te stellen. En dan in de toekomst even kijken van hoe we dat probleem gaan oplossen. Het probleem is daar opgelost. Ik ben weer blij dat ik weer terug ben in mijn eigen Tongeren. En dan gaan we... Wat zeg je? De sporen staan er nog steeds. Niet, daar had ik nog. Godverdomme. Dan ga ik direct wel weer bellen, want dat had al weg moeten gaan. Ja. Dat had al vorige week. Ik ga er wel even langs. Ik ben even heel snel naar de Jan Vetstraat gegaan. Ik had gehoord dat hier ook weer rotzooi was gedumpt in het achterpad. Terwijl ik dat vorige week net had op laten ruimen. Kijk, en nu ligt het. Inderdaad. Ik zal maar weer even de ergon bellen als ze het dit weekend nog in ieder geval opgeruimd hebben. Jammer. Is er niks beters dan mijn eigen Tongeren hier? The place to be. Hier gaan kijken, want ik hoorde dat hier bij het hefveld dat er ook illegaal rotsen gedumpt was in het achterpad. Ja. En dan bedoelen de mensen daar. Nou, gaan we maar even aanbellen bij de mensen om de stop met te ruimen. Zo, dus zoals jullie zien, alles is nu netjes opgeruimd. Wat heb ik gedaan? Ik heb het allemaal onder de poort doorgeschoven. Want deze mensen zijn de komende 5-6 weken op vakantie. Dus is dit de beste oplossing?